Nou, is wel duidelijk, hè? Ja, dat was wel heel duidelijk. Ja, maar, goed. Ja, maar het is toch ook logisch. Ze hebben zoveel goede spelers, ja. Ajax. En ze kunnen zoveel variëren. En ze hebben natuurlijk normaal gesproken Ziyech aan de zijkant. En dan Neres een keertje erin. En die wisten ze heel veel door. En nu halen ze een keer een middenvelder eraf. Speelde Ziyech op 10 trouwens, maar... Hij was wel betrokken bij goals, ja. Maar hij speelde niet heel sterk. Nee, hij speelde niet goed. Vorige week ook. Toch 2 goals. Ja, dat is zo apart, weet je. De jongen die speelt centraal. Dat is volgens mij ook wat hij het liefst wil, centraal spelen. Maar je ziet toch, zodra hij aan de zijkant komt, dat hij op zijn best is. Dat hij gevaarlijk is, dat hij wat meer ruimte heeft. Ja, is dat misschien de crux, dat hij meer ruimte heeft? Ja, waarschijnlijk wel. Ik zat net te zeiken, ik zat te kijken en denk, jezus, zie je echt, man. Maar dan schiet hij er gelijk weer 2 in. Ja, maar hij is altijd beslissend en betrokken. Dus uiteindelijk... In de Eredivisie kan dat nog, hè? In de Eredivisie kan dat, maar ik kijk, dan zie ik altijd een beetje zeg maar, het Europees niveau. Dat is denk ik het twijfel. Komt hij dan tekort? Ja, maar dan hij moet denk ik meer een balans vinden in het balverlies hebben en dingen goed doen, zeg maar. Ja. Hij heeft heel vaak balverlies. In de Eredivisie kom je ermee weg, want dan weet je van hij gaat toch een keer scoren of een assist geven, dus we laten hem staan. Maar in Europa, en dat is wel zijn niveau. Ja, dan moet je op een gegeven moment minder balverlies leiden. Aan de andere kant, het is wel een speler die ook uit het niets... is daarom, dat is de balans dat je kan doen. Dan moeten er maar even wat andere jongens wat harder lopen voor. Is zeker waar. Maar je ziet wel... Het genot om naar te kijken. Ja, tuurlijk, we hebben toch die discussie, hebben denk ik een half jaar geleden... of een jaar geleden hadden we die ook, hè, met Ziyech. Dat hij heel veel ballen verloor. En toen stond hij centraal. Ja. Toen is hij daarna naar de rechterkant verplaatst. En toen hebben we niemand meer erover gehoord. Scoorde veel, was belangrijk. Logische dingen. En nu speelt hij weer in de as. En dan hebben we het weer over al zijn balverlies. En niet over de momenten dat hij scoort. Ja, dat is gewoon een fantastische voetballer. Hij mag balverlies leiden. Ja, nee, maar de reden daarom is waarschijnlijk dat hij aan de zijkant speelt nu. Nou.